The Rising Star of the Year is een prijs die naar de meest beloftevolle Belg gaat die in 2002 of later geboren is. Vorig seizoen won Haris Bratanovic van Oostende, die bevestigt dit seizoen met meer dan 10 punten gemiddeld per wedstrijd. Dit seizoen waren de drie genomineerden tijdens De Ridder van Antwerp Giants, Jo van Buggenhout van Kangeroes Mechelen en Sibe Ledegen van OKP Aalst. Belgisch belofte van het jaar 2022-2023. Na Blijenberg en Bratanovic is het aan Tijdens de ridder van Antwerp Giants. Ja, Tijdens proficiat. Ja, je wint deze prijs met een grote voorsprong. Hè? Ik denk aan dat je het ook wel ergens verwacht had. Ja, misschien wel. maar tuurlijk, Het blijft altijd een, uh, een grote verrassing. Toch? Ja, ja toch? Ja, tuurlijk, hè. Je speelt er zo wat naartoe op, in het seizoen, maar natuurlijk alleen. Het blijft zo in je achterhoofd hangen, maar natuurlijk alleen. Het is altijd leuk om het nu echt te zien natuurlijk. Ja, het is een hele mooie prijs. Rick Samaai, Ronnie Bayer, Erik Stulus, Thomas van der Spiegel en nog vele anderen. Zij wonnen deze prijs. Ja, de jongens die ik genoemd heb, die hebben een heel mooie carrière gehad daarna. Hè? Daar droom jij ook van. Dat ja, zijn heel grote namen en ik kijk er, naar, kijk er ook naar op, natuurlijk. En ik hoop dat ik die lijn bij mijn carrière ook zo kan verderzetten. Wat droom je van? Wat wil je bereiken als basketbalspeler? Ik gewoon het beste uit mezelf halen en denk dat ik dat wel ken in het buitenland, op het hoogste niveau. Dus daar ga ik het altijd naartoe streven. En ik heb nog, allee, nog grotere dromen, maar uh, ja, ik moet natuurlijk blijven dromen. Maar in Europa spelen op het hoogste niveau, dat zou fantastisch zijn? Dat zou, dat zou mijn doel zijn. Ja. En als ik, dat kan, allee, als ik dat kan zeggen na mijn carrière dat ik dat gespeeld heb, dan zou ik heel, uh, heel blij zijn. Ja, dit is een persoonlijke prijs. Basketbal is natuurlijk een ploegsport. Het mooiste zou, het zijn, zou ook zijn een titel met Antwerpen pakken. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus, ik vind dat ook, dat ook niet een, een prijs voor mij alleen. Het is ook natuurlijk voor mijn club en uh, voor mijn ploegmaat en voor mijn coach natuurlijk. En uh, ja, ik zeg het u, een titel pakken, denk ik, dat nu het belangrijkste voor ons is uh, om het zo mooi uit te sluiten. Ja, die bekeroverwinning, die smaakte al zoet. Ja, zeker weten. En we smaken echt na, alleen maar naar meer. Ja, die titel Antwerpen momenteel op de eerste plaats. Hoe groot is het geloof dat het kan dit seizoen om eindelijk die, ja, die reeks van onze te breken? Natuurlijk moeten we nog alles stap voor stap pakken. Het is nog één match in de competitie uh, tot nu toe. En uh, ja, we moeten gewoon onze gezonde lijn die we nu hebben doortrekken. En dan is alles mogelijk volgens mij. Nou, gezonde lijn ook letterlijk, hè? want er is er al wat pech geweest hè, dit seizoen. Ja, natuurlijk. In het het seizoen een paar spelers buiten. En waren veranderingen in, 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 in het team natuurlijk. En nu een paar uh, lastige kwetsures. Dus ik hoop dat we inderdaad die gezonde lijn nog eens kunnen doortrekken naar ja. zonder kwetsures. En dan zie je wat er met Butterfield gebeurt, die zo goed was in de bekerfinale en dan valt hij uit met een heel zware blessure. Ja, daar moet je toch als team altijd op reageren, van herstellen. Ja, klopt, in die bekerfinale was iedereen een beetje zo'n minuut na het gebeuren, was iedereen zo wat down En hoe wat gebeurt er. met onze, een van de beste spelers natuurlijk. En uh, ja, ik zeg het, we hebben de bekerwinning gewonnen en nu hebben we ook een hele goede speler, uh, Zilke, binnengenomen. En die past perfect in onze groep. Bradford, die komt ook terug voor de play-offs? Ja, normaal wel. Oké, okay, ik heb nog een paar vragen voor jou. Aan wie draag je deze prijs op? Ik denk dat ik deze prijs ga opdragen voor uh, mijn kiné, uh, Koen Imbricht. Hij heeft mij de afgelopen vier jaar uh, een pak beter gemaakt als speler, ook op fysiek vlak. En ook natuurlijk naar mijn ouders en zo allemaal, en familie natuurlijk. Maar natuurlijk denk ik uh, dat Koen Imbricht wel de grootste stappen mij heeft gemaakt, de afgelopen vier, vijf jaar. Oké. Okay. Je favoriete muziek, de muziek die je klaarmaakt om een wedstrijd te spelen? Goh, ik heb één liedje dat ik heel erg luister, dat is van Drake, In the Bible. Dat is zo uh, om in de, de juiste vibe te raken in de juiste focus, in de juiste vibe voor de match. Je BNX Dream Team, dat wil ik ook graag van je horen, maar je mag geen spelers van Interpsians. Oké. Okay, dat is moeilijk. Um, op de één ga ik voor, uh, op de pointer ga ik voor Jo Buggenhout. Op de twee ga ik voor Brian Fops. Op de drie ga ik voor uh, Frans Blijnberg. Op vier ga ik voor uh, Gillet. En op vijf ga ik voor. Ergoedzo van Michelen. Oké, okay, mooi vijftal. Yes. Ik ga nog een moeilijke vraag stellen. Misschien, is er één ploegmaat die je zou willen meenemen, mocht dat kunnen, voor de rest van jouw carrière? Je favoriete ploegmaat, eigenlijk? Iemand die je niet kan missen? Al mijn ploegmaten. Ik, ik heb een heel goede band met iedereen van de ploeg. Ook ja, elke Belgische speer zou ik echt heel, heel mijn carrière willen meenemen. natuurlijk. Uh, moeilijke vraag. Ik, ik ga voor Jean-Marc Mimmer, denk ik. Klok, Sippe, dit wil zeggen. Ik wil ook, ook naam <laughs> zeggen, maar ja, nee, nee ik ga voor uh, Jean. Jean is al belangrijk in de kleding. Ja, natuurlijk. Denk ik. Ja, ook een uh, goede kapitein Hij uh, heeft wel wat ervaring, natuurlijk. Wat Sippe wat minder heeft, maar Jean heeft al uh, heel lang ervaring. Um, die helpt mij op de juiste momenten op het veld. Van zich. Thijs is ook een heel goede defender ook, en daar is het ook nog geen bak nodig. Heb. Dus ik kan ook zeggen van, oh, thijs, dat Thijs daar nog een beetje zo, ja. daar anders. Dus de ervaring spreekt me wel aan. Dus die, daarom, daarom ga ik voor zo. En de coach, als je één ding zou moeten zeggen wat hij je al bijgebracht heeft dit seizoen? Goh, ik denk, hij heeft een stuk van mijn spel veranderd, denk ik. Um, ik ging al vrij veel naar een rebound. Maar hij heeft gezegd van Thijs, dat moet echt je main point zijn. Dus ga altijd naar een rebound. Uh, vecht ervoor. En ook op technisch vlak, uh, mijn handels zijn beter, mijn shot is meer preciezer. Um, ja, echt op veel kleine details werken, dus hij heeft me echt al heel veel bijgebracht. Laatste vraag, als we volgend seizoen tijdens de Ridder aan het werk willen zien, moeten we dan een vliegticket boeken? Dat weet ik niet, dat weet ik nog niet. Daar ben ik nu met mijn agent uh, nog over bezig. Op de juiste... Uh, ja, gewoon het juiste stowas voor mij zoeken. Natuurlijk, niemand heeft een glazen bol, dus niemand kan weten wat perfect is voor mij. Maar uh, we gaan proberen het beste te halen. Oké. Okay, dankjewel. Blijf zitten Thijs, want je bent nog een prijs. Oh. Wat staat er hierop? Six man of the year. Top. Dat had ik niet verwacht. Dat wist je niet? Dankjewel. Professor Man. Dankjewel, dankjewel. Nee nee. Dit dat is valt, wel een verrassing hè? Dat valt uit de lucht inderdaad. <laughs> nee, ik had het echt niet verwacht. Maar nee. ja, want, uh, gisteren belde Guy mij, onze teammanager uh, om te zeggen dat ik rookie of the year had gewonnen. rising star. En nu deze, dat was helemaal onverwacht natuurlijk. Ja, dat is toch straf als jonge ja, gast om die prijs te pakken? Nee, dank je wel. Nee, nu val ik dat te licht. Nee, nee. Maar dat is van heel nee, de B-next ook? Dankjewel. Dat is van heel de B-next. En er zijn ja, wel wat spelers die, van, die sterk ja, van de inderdaad. bank komen. Inderdaad. Ja, jij bent daar één van. Doe je dat graag, van de bank komen? Of start je liever? Goh, ik heb in een het begin met het jaar tegen Michel een kennis gekregen van... Uh, van, uh, van oh, op het terrein te starten, de starting 5. Maar ik denk dat ik liever... Van de bank kom dat ik ineens de energie van de bank ineens omhoog kan, ineens ja. wat de energie op het plein omhoog kan trekken. Ik denk dat dan mij meer licht natuurlijk moet je werken aan starting vijf. Ik zit bij de beste vijf, dus daar moet ik nog maar werken. Maar voor nu toe allez, ben ik heel blij dat ik van de bank mag starten en dat ik daar mijn energie mag tonen op de, van de tweede ploeg eigenlijk. Ja, een goede bankspeler of iemand, ja, wat moet die, waar moet hij goed in zijn? Wat is dat oh. voor jou? Ik denk het, vooral het moeilijkste is om die energie te houden. 5 zit meestal de punt, het energie al, al vrij hoog. Ja. En dan moet je, als, als je van een bank komt, moet je die energie houden of nog meer naar boven, naar boven duwen. En dus ik denk dat, dat dat wel het belangrijkste is als uh, zesde man. Maar het is niet gemakkelijk, hè? want je moet instant hot zijn. Je moet onmiddellijk klaar zijn om erin te vliegen. Die andere jongens ja, die hebben die opwarming gehad, die, gaan, die bouwen daarop voort. Die hebben de eerste minuten van de wedstrijd. Jij komt erin als de wedstrijd al ja, vol een bak bezig is. Ja, natuurlijk. moet je kopje erbij want je moet gewoon doen wat de coach heeft gevraagd voor de match. En ja gewoon, ja ik zeg het u gewoon energie is het belangrijkste, denk ik ja profieta ook met deze prijs en met u de wel, twee dank awards dank je wel